Hallo allemaal, hartelijk welkom bij Speel met mij Kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag voor jullie een Barbie koelkast. Je ziet al, die is roze en heeft zilveren handgrepen met strikjes eraan. De onderdelen die kun je er in de koelkast zetten en dan hebben ze ook echt hun eigen plek. Ik ben heel benieuwd. Het is bedoeld voor kinderen vanaf 3 jaar en is van de maker Mattel. En die hoort bij een collectie. Dus er is nog een tafel, een bed, een badkuip, nog een tafel. Hier. Dit lijkt wel een magnetron en een stofzuiger. Dus er zit nog veel meer bij deze serie. Ik ga hem eens even openmaken en dan gaan we eens wat beter kijken. Zo, de koelkast is uitgepakt. We gaan eens even bekijken. Hieronder zit de schuiflade. En daar kun je dan dingen in opbergen. Hier aan de greep zit links een zilver strikje. Hieronder het Barbie-symbool. En dit heeft zo'n patroon. En hier heb je een deur die je kunt openen. En dan zie je hier zo allemaal stickers in de deur. Dat moet er dan uitzien alsof er spullen in de koelkast staan. En hieronder zie je ook in de achtergrond waterflesjes, eieren, een bak salade. En hier heb je dus een plank en daar zit zo'n patroon. En dat patroon zorgt ervoor dat je dingen vast kunt maken. Dus bijvoorbeeld deze sinaasappelsapverpakking, die kun je hier zo vastmaken. Dan zit er ook nog bij een roze en een witte beker. Misschien voor yoghurt. Ze zijn wel best wel groot trouwens. En die kan ik hier ook zo vastmaken. Hieronder zit zo'n soort pinnetje. Een cirkeltje en die past dan daar precies zo in. Dan hebben we hier... Dat zijn in ieder geval Barbie hoofden. Maar wat het dan precies moet voorstellen, weet ik niet precies. Misschien is het wel zo'n vormpje om ijsblokjes mee te maken. Als je een idee hebt wat dat voor moet stellen, laat het dan weten in de reacties. Ik doe die hier zo in de koelkast. Zo, dan hebben we hier nog een melkverpakking. Eens kijken of daar nog plaats voor is. Zo, die kan hiervoor dan. Het blijft niet zo goed vastzitten. Dan hebben we hier nog een doos eieren. Met 12 eieren. En hier staan aardbeidjes op. Het zou misschien wel slagroom kunnen zijn met aardbeiensmaak. Of... Oh, misschien is het om een taart mee te versieren. Want hier zo, als laatste, hebben we nog deze taart. Het is een hele grote roze taart. Met een schoen. Waarschijnlijk van marzipijn als decoratie. En een bruin strikje. Zo, die kan daar. Hier is dan nog zo'n vak, maar dat kun je niet openmaken. Het is geen lade. En die planken die kun je ook niet onderling verwisselen. Die zitten ook daar vast. Van achter dan. Hier, dit is van papier gemaakt. En hier, dit is de schuiflade van achter. Dan kun je ook zien dat er helemaal geen... muur zit, maar dat gewoon de lade is. En dit hiervoor heb ik nog niet laten zien. Het ziet er een beetje uit als een computerbeeldscherm. En hier staat games, video's. Het is natuurlijk heel klein, maar waarschijnlijk is dat een website. Misschien is dit gewoon een computerbeeldscherm of een tablet die ingebouwd is in de koelkast. Ja, dit was het dan al voor deze koelkast.
Ik hoop dat dat ik jullie er een indruk van heb kunnen geven wat erbij zat. En hoe de koelkast opgebouwd is. Hij kost ongeveer 18 euro. En is van best wel stabiel plastic gemaakt. Ik vind het alleen wel jammer dat dit van papier is gemaakt dan de achterkant. Dat had iets mooier afgewerkt kunnen worden. Maar verder is het wel stabiel speelgoed. Alleen die deur kan misschien wat wankel zijn. En zou kapot kunnen gaan. Maar uiteindelijk vind ik het wel een interessante koelkast. Past goed in een Barbiehuis. Laat me maar weten in de reacties wat jullie ervan vinden. Of jullie ook zo'n Barbie koelkast zouden willen hebben. Of jullie er eentje hebben. Laat het maar weten. Als je de video leuk vond, geef me dan een duimpje omhoog. En bekijk ook onze andere video's. En dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!